Ik heb niet alleen een stadstuin, maar ik heb ook stadsdieren. Sinds april dit jaar heb ik 3 kippen. Ze heten Doedels, Ukkie en Nips. Supergezellig, ze zijn zo grappig en leuk. En daarnaast geven ze je ook nog eens eten. Heerlijk verse eitjes, die ik met een gerust hart eet. In deze video vertel ik je meer over mijn kippen en geef ik je tips in het geval je ook het idee hebt om zelf kippen te gaan houden. En daarnaast deel ik een heerlijk recept met je van eierkoeken, van natuurlijk eitjes uit eigen tuin. Kijk je mee? Als je zelf kippen houdt, biedt dat veel voordelen. Door zelf kippen te nemen, raak je meer verbonden met de natuur, omdat je er veel mee bezig moet zijn. Ze zorgen voor beweging in je tuin en ze zijn superleuk om naar te kijken. Daarnaast hoef je zelf geen eieren meer te kopen. Kippen leggen namelijk het grootste deel van het jaar eieren. Heb je restjes groente? Geef dit dan aan je kippen. Ze mogen bijna alles, maar lees je van tevoren wel goed in. Tomaat mogen kippen bijvoorbeeld wel, maar plantenresten van de tomaat juist niet. En zo zijn er meerdere voorbeelden. Op internet is er veel over te vinden. In ruil voor jouw keukenafval krijg je lekkere eitjes en kippenmest voor je moestuin. En wist je dat kippen niet zo duur zijn in de aanschaf? Zowel in aankoop als onderhoud liggen de prijzen laag. Let er wel op dat, als je net als ik in een rijtjeshuis woont, je niet te veel kippen houdt. 3 is een mooi aantal. Zorg ook voor voldoende uitloop voor je kippen. Een minimum is 2 vierkante meter per kip, maar hoe meer, hoe beter het voor het welzijn van de kip. Wij bouwden zelf een kippenhok. Dat is aan te raden, omdat de kant-en-klare kippenhokken uit de winkel kwalitatief vaak niet zo goed zijn. Daarnaast zijn die vaak ook nog eens hartstikke duur. Zorg voor een kippenhok waar het niet binnenregent en dat het tochtvrij is. Plaats je kippenhok op pootjes en voorzie een trapje voor de kippen. Geef je kippen voldoende eten en drinken. Zorg ervoor dat je kippen nooit zonder water zijn. Geef naast keukenafval ook wekelijks graantjes voor je kippen. Maak het kippenhok regelmatig schoon. Wij krijgen nu dagelijks eitjes van onze Barnevelders. Dit is de naam van het ras van onze kippen. De Barnevelder is een middelzwaar kippenras dat zijn oorsprong heeft in het Nederlandse Barneveld. Ze hebben een rustig karakter en zijn heel makkelijk tam te maken. Ze zijn zelden broeds. Dit betekent dat ze de eieren, als zij deze eenmaal gelegd hebben, met rust laten. Als een kip broeds is, kan dit betekenen dat zij continu op haar eieren zit en zichzelf daardoor slecht verzorgt. Met Barnevelders is de kans hierop erg klein. Heb je kinderen die van dieren houden? Dan is de Barnevelder ook heel geschikt. Zoals je ziet, zijn we al begonnen met het maken van de eierkoeken. Wat je nodig hebt voor 6 eierkoekjes is het volgende: 2 eieren, 100 gram suiker, 100 gram bloem, een halve theelepel bakpoeder, een paar druppeltjes citroensap en een snufje zout. Mix eerst de 2 eieren in een beslagkom en roer samen met de suiker tot een dik mengsel. Voeg vervolgens de bloem, bakpoeder en het zout toe door het eerst door een zeef te halen. Spatel dit vervolgens door elkaar. Niet te lang, want er mag niet te veel lucht ontsnappen uit het mengsel. Voeg daarna ook nog de druppeltjes citroensap toe. Verdeel het mengsel in 6 hoopjes op een bakplaat met bakpapier en laat vervolgens ongeveer 10 minuten of ietsje langer bakken in de oven. Kijk eens hoe heerlijk dat eruit ziet. Mijn favoriete beleg op een eierkoek is verse aardbeien van de boer of natuurlijk aardbeien uit eigen tuin, maar mijn aardbeienplanten beginnen aan hun winterslaap. Wil je er nog een groter feestje van maken? Strooi dan als laatste nog wat hagelslag over de belegde eierkoeken. Geniet ervan!